Vagabsitatie en ik ben er weer met een gloednieuwe video. En in deze video wil ik jullie meenemen in hoe ik mijn haar op dag 2 style na het wassen. Ik heb mijn haar gisteren gewassen, ik heb almond en avocado moisturizing en detangling shampoo gebruikt. Ik heb de almond en avocado moisturizing en detangling conditioner gebruikt. En daarna heb ik mijn basisproducten sowieso in mijn haar gezet. Dat zijn dus de Almond Avocado Leave-In Conditioner en de Daily Moisturizing Lotion. En daarna heb ik gekozen voor de Curling Cream als styling product. Ik heb deze week gekozen voor de Curling Cream omdat ik gewoon een beetje meer een full look wil hebben. Ik wil de puffy, fluffy curls hebben. En dat geeft de Curling Cream me definitely wel, omdat het een... Die curling cream heeft een hele soft hold. Het defineert wel, maar het, wat hold betreft, het is niet zo sterk. Waardoor je een more flowy, curly, big curl look krijgt. En dat wilde ik. Dat was eigenlijk mijn goal voor deze week. En normaal zou ik het, zou ik die curl enhancing moest daarover zetten. Maar zoals ik zei, ik wilde het alleen gebruiken. Omdat ik echt die fluffy, puffy, big girl look wilde hebben. Als ik die mousse erover had gezet, was het ietsje meer... het had meer hold, waardoor het ook niet zo groot zou worden. En ook niet zo fluffy. Dus dat. En vandaag ben ik natuurlijk op dag 2. En ik moet mijn haar stylen. En dan wil ik jullie meenemen om te kijken hoe dat allemaal eraan toe gaat. Nou goed, zo ziet mijn haar eruit op dag 2 na het gebruik van de curling cream. Hij is natuurlijk lekker zacht en fluffy en dat vind ik echt fijn van die curling cream, hè, dat hij dat doet. Natuurlijk zie ik bepaalde plekken waar ik mijn bandje heb gezet, want ik ben gaan slapen met een scrunchie. Dat hoeft natuurlijk niet, je kan gewoon je bonnet over je krullen zetten, waardoor je geen... Wat ik nu heb, is dat die krullen een beetje zijn gaan stretchen door mijn bandje. Maar ja, I can fix that with my touch-up. En natuurlijk zie je dat mijn krullen zijn er nog steeds. Dus dat doet het wel. Het geeft je krullen wel definitie en een beetje hold. Niet heel veel hold. Oké, goed. Het enige wat ik dan nodig heb op dag 2 of 3 of 4 is dan mijn daily lotion en... Mijn spuitfles met water. Ik heb het al vaker aangehaald. Ik zet daily lotion in mijn spuitfles en dan zet ik water erin. Zodat ik dat als mijn detangler en mijn touch-up styler kan gebruiken. En dat ga ik vandaag ook doen. Dus wat ik dan gewoon doe, ik ga even mijn bril uitdoen. Wat ik dan gewoon doe is ik heb bijvoorbeeld mijn scheiding al. Ik hou van een scheiding hier aan de zijkant. En dan spuit ik er met wat water. Met daily lotion gemixt natuurlijk. Op het haar. En dan ik merk gelijk dat die curling cream weer geactiveerd wordt. Ik merk dat het nog steeds in mijn haar zit. Met alle mijn basisproducten. En dan verlaf ik het gewoon een beetje. De achterkant ook. Dit is echt perfect voor als je haast hebt 's morgens. Dat je snel naar het werk moet of zo. Gewoon even spuiten. Om die krullen weer eventjes wakker te schudden. Vooral die plaatsen waar een beetje scrunched up zijn, ga je een beetje meer water zetten en het een beetje met je vingers uitkammen. De voorkant was door mijn bandje ook een beetje gaan wat ik daar ook doe, maak mijn haar natuurlijk ook open. Hij begint er al een beetje beter uit te zien. Ik ga nu een beetje daily lotion puur, één pompje, zet ik in mijn handen en zet ik het op de plekken die een beetje meer
aandacht nodig hebben. De achterkant bijvoorbeeld, waarop ik lig. Hier. De onderkant. Wat ik nu ga doen is, ik ga gewoon een beetje meer volume creëren. Ik ga aan de onderkant van mijn haar, ik ga die krullen die een beetje geplakt zijn aan mijn hoofd, om het zo te zeggen, ga ik een beetje losschudden. Vanuit de onderkant hoor. Hier, onderin ook. Hier, onderin ook. Ik kan het natuurlijk echt regelen hoe jij het wil laten vallen. Ik hou ervan als het een beetje over mijn oog valt. En mijn krullen zijn lekker vol, fluffy. Precies wat ik zocht. Dus die curling cream heeft een hele goede job gedaan. Om hem echt van die fluffy big curls te geven. En echt flowy. Het gaat gewoon met me mee. En dat vind ik echt prettig. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze video. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie me die echt wel stellen. En als jullie meer informatie nodig hebben, dan kunnen jullie me ook contacten. Tot de volgende keer!